Een leuke avond. 3 februari 2018 in Theater Dina speelt Ralf de Jong. Eerder deze week, woensdag, werd ik in contact gebracht met Ralf voor mijn programma. Nou, waarom niet deze zaterdag opnemen, was zijn idee. Want dan treed ik op bij de Fellowship of Acoustics. Na wat contact via de WhatsApp kon een interview na het optreden wel snel geregeld worden. Samen muziek maken, daar had Ralf nog wat twijfels over. Dus ik heb goed mijn best gedaan om een mooie toevoeging te vinden voor zijn prachtige nummer Tears Surface. En hij vond het mooi en wilde het graag samen tijdens zijn optreden spelen. Wat een cadeautje om met deze man muziek te maken. Zo puur, zo oprecht en vanuit zijn tenen. Elkaar aanvoelen in muziek, zonder dat we elkaar ooit gesproken hadden. Begin bij mijn klompen in te zoomen, dat is interessant. Ja, dat is zeker interessant. Dan zoom je zo uit van mijn klompen. Nou, wie heeft die klompen geverfd? Wie heeft de klompen geverfd? Casey Design uit Emmen. Casey Design uit Emmen? Ja, Karin Cyprin. Oké. Okay. Leuk, hè? Die had ik gekregen. Had ze speciaal gemaakt. Die had je al zien optreden, denk van nou... Ja, ja, ik had een expositie met mijn schilderijen in Emmen. Ja. En daar was zij ook aan het exposeren en toen had ze me gezien en toen... Ging ze die klompen speciaal maken. Geweldig. Ja, ja leuk. Ja. En die heb je echt officieel overhandigd gekregen? Ja, officieel overhandigd bij mijn release party in Drenthe, in Van Slag. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, leuk. Dan ging ik ook trouwen tegelijk, in de pauze van de release. Wat zeg je? Ging ik trouwen. Je ging trouwen? Ja. In de pauze van de release? Ja, dus haar naam staat er ook op van mondje, van mijn vrouw. Dus dat is leuk. En love en zo, zeg maar. Dus, is echt een dus je had een release en tussendoor release zijn jullie getrouwd? Ja, in de pauze. In de pauze. In de pauze. Ja, van deze platen. Kijk, want ik heb 3 platen. Ja? Ik heb vorig jaar 7 albums uitgebracht. Want deze waren 3 albums in 1 keer. Ja? In maart. En dan had ik in het najaar heb ik dan in december deze nog uitgebracht. Een nieuw studioalbum, Sloten tot Sundance. Deze heb je in 1 jaar uitgebracht? Ja, en deze met een klassieke violiste uit Polen, Ewa Kozinska. Oké. Okay. En dan nog deze met een super live band met blazers erbij en alles. Mijn vaste liveband eigenlijk. Oké. Okay. En heb ik ook nog met Erwin Java van Cube in the Bridget, zeg maar, heb ik ook nog een plaat de helft ingezongen. Dus het was voor mij de productiefste jaar ooit, wat eigenlijk zeg maar een soort van 7 albums. En welk jaar was dit geweest? 2017. Allemaal vorig jaar? Ja. Ongelooflijk. Ja. En dat ging gewoon, die opnames gingen ook meteen vlot. Je had inspiratie. En, ja, ik heb gewoon heel veel energie erin gestopt. Je wilde, was dit ook het plan? Nee, ik had eerst deze uitgebracht, maar toen zat ik, zeg maar, toen had ik deze, zouden in april uitkomen, maar toen zat ik in de kerst daarvoor, in december 2016, was deze plaat eigenlijk al een soort van klaar. Ja. En toen zat ik bij mijn moeder en die zei van dat ik een kerstlied moest schrijven. Oh ja. Ik zei, ja, zo werkte die mama, die liedjes dienen zich vanzelf aan. Maar toen zat ik daar afwas te doen en toen zat er deze kerstliedje in mijn hoofd. Nou, toen dacht ik bij mij, ja, dan kan ik er niet omheen. Dan moet in december alweer de volgende plaat uitkomen. Dus, en toen kwam ik nog, die violisten ging het heel goed mee in de Amer in Drenthe. Dus toen dachten zijn mensen, ja, daar moet je ook een cd mee maken. Dus heb ik daar ook een cd mee gemaakt. Go! En de release van deze plaat was zo goed, met die band, met blazen en zo. En zo anders weer, dat ik dacht, ja, die moet ik ook uitbrengen. Die was goed geweldig. Opgenomen. Dus. En je zegt, de nummers die dienen zich vanzelf aan. Ja. Dat is gewoon plop, je ziet iets. Ja, en dan... is gewoon 3 minuten en dan is die weer. Dan is het klaar. En die boekjes en zo en alles is ook helemaal vormgegeven door Moon Anderson. En dat is ook, ze is ook een goede muzikant. Via haar heb ik die violist ook leren kennen. Deze is dan gedaan door Jan Blauw, maar ook de boekjes en zo en foto's door haar. Als je nou in 3 minuten een nummer schrijft, ja. Dan heb je ook de tekst al klaar. Ja, die is dan ook klaar meteen. Ja. Hier staan ook zelfs. Een liedje op wat ik ter plekke heb opgenomen en geschreven tegelijk als een soort van document. Oké. Okay. Of eigenlijk 2 liedjes. Je hebt ook altijd de camera aanstaan, zag ik, tijdens je optreden. Ja, dat is Leen, die neemt het vaak op inderdaad. Die, ja. Ja, die rijdt en die heeft een bus en zo, dan ga ik met hem mee. Het is heel gezellig en hij filmt het ook nog, dus dan heb ik geluk. En mijn vrouw die filmt het ook vaak met de telefoon, dus dan heb ik ook ja, want ik kan geluk. Me voorstellen dat je dan wel even weer terug moet horen. Ja, anders is het weg. 2 dagen daarna anders niet meer weet weg. Wat je toen bedacht hebt. Nee, klopt. Zeg maar. Ja, dan is het weg. En ik denk van, dat was wel leuk, dus dan luister ik nog even terug. En ja, dan, klopt. Dan is het een nummer. Ja. Ja. Ja, klopt.
En schrijf je dan de teksten nog ergens op of blijft dat dan wel gewoon in je hoofd zitten? Nee, die schrijf ik op en die moet ik uitschrijven. Dan moet ik heel goed luisteren, want dan denk ik van, wat zeg ik nou toch weer? Weet je wat? Dan denk ik van, nou ja, het is een beetje onduidelijk. Wat zie ik? Oh ja, dat zie ik. Oh nou, dan weet ik het wel. Soms moet je, het is heel moeilijk om dat verhaal weer even terug te halen waar je in zat. Ja. En dan kan je een beetje, soms heb je wat rumoer van het publiek en dan denk ik van, oh wat zeg ik nou? Maar dan komt het wel goed. Oké. Ja. Dat ga ik de komende week weer doen voor een nieuwe plaat. Ga ik dan weer mee beginnen. Ik heb al een keuze gemaakt van liedjes die ik heb geschreven de afgelopen tijd. Oké. En dan ga ik weer beginnen. Hoor. Ja. Maar als je nog tweede stem nodig hebt. Ja. Ja. Die avond spelen we naast het prachtige nummer wat jullie straks gaan horen ook nog een improvisatie. Ja, met een tweede stem. I'm a hollow man. Oh yes, and I'm always doing the best I can. I'm a highway man, highway man, highway man. She can find me, need a light. All around the town. Toen ik 14 was, ging ik voor het eerst werken. Toen had ik eerst een geluidsinstallatie gekocht en een paar cd's. Een paar blues cd's en eentje van de Stones. En toen ging ik in het najaar, rond december of november, heb ik mijn eerste gitaar gekocht. 14? Ja, toen was ik net 15 geworden. Net 15. Dus, en toen, want ik verjaar altijd in de zomer, zeg maar. Toen was ik voor het eerst verliefd geworden op een meisje uit Assen. Daphne Nijholt, dat was heel leuk. Ik heb ze nooit gezoend of zo, maar ik was heel verliefd. En toen werd ik ook verliefd op de gitaar, zeg maar. Had ik geld, daar heb ik voor mijn geld de gitaar gekocht. Zo'n rode Keymax gitaar. En daar kreeg ik, ja, dan les op. Heb ik een les opgekregen van een hele leuke leraar, Hans Rijs, die op de lagere school ook les had te geven. En dat ging heel snel. Dan kreeg ik zo, de eerste avond dat ik hem had gekocht, heb ik al Satisfaction erop gespeeld. Gewoon Dat was je eerste riedel die ik op die gitaar heb gespeeld, op mijn eerste gitaar, ja. Dus dat zegt alweer genoeg over mijn invloed en zo. Want als kind luisterde ik al heel veel naar de Rolling Stones.
En toen ik een gitaar heb gekocht, ben ik heel veel naar blues gaan luisteren. Want ik dacht, ik wil net zo goed als de Stones worden, dus moet ik niet naar hun gaan luisteren, maar naar hun voorbeelden. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. En ook daar hebben heel veel andere mensen geluisterd natuurlijk. En is het altijd Hank blues Williams geweest, ook als klein jongetje? Nou, ik hield ook van klassiek en ik hield ook van... ik hield gewoon van ambachtelijke muziek eigenlijk. Maakte me niet uit, want ik vind klassiek ook heel mooi. En volksliedjes ook, zeg maar. Gewoon de deuntjes. Muziek. Ja. Elektronica had me nooit zoveel getrokken, zeg maar. En okay. Van die drum en bass was toen in de jaren 80 zo... kwam dat ook een beetje op Mel en Kim en zo, weet je wel. En daar kon ik niet zoveel mee, zeg maar. Okay. Dat kwam later pas toen ik meisjes heel leuk begon te vinden. Dat ik dan duurde dan heel lang voordat dat ingezonken was. Dus toen ik 30 was, kon ik wel meedansen voor het plezier gewoon een beetje. Oh, ja. Was ik dat hele streng kwijt. Maar vroeger als ik dan met mijn zus aan het afwassen was, dan werd ik heel boos op haar. Als ze de Dolly Dots op had staan of zo, dat trok ik niet. Ik zeg, god, dan was ik niet meer af hoor, zeg ik. Eerst blouse en dan kun je afwassen. Ja, gewoon inderdaad, lekker classic rock of zo. En mooie muziek uit de jaren 60 vind ik ook heel mooie muziek gemaakt. Ja, ja. En je zegt ook een paar keer, hoor ik je zeggen, meisjes en gitaar, dat heeft ook iets met elkaar te maken voor ja, jou, dat kwam niet? Gewoon toen mijn hormonen begonnen te werken en zo. Kwam ik gewoon, eerst dacht ik, want mijn opa was mijn held en zo. En ik dacht van ja, ik wil wiskunde gaan studeren en natuurkunde en professor worden, weet ik het allemaal. En ik wou ook een topsportman worden en zo. Maar toen werd ik voor het eerst verliefd en zo. En toen had ik mijn eigen baantje. Toen kwam ik ineens achter dat mijn talent was om te tekenen en muziek te maken. Ja, dat vond ik eerst helemaal niet leuk natuurlijk. Ik dacht van ben ik zo? Ja. Had je helemaal niet van jezelf verwacht? Nee, dat had ik helemaal niet verwacht. En toen kwam dat zo, toen moest ik echt aan wennen en toen... dacht ik zoiets van ja, dit is nou helemaal mijn talent. Dus dat, toen was ik dan gewoon moet een beetje je het doen, wat ja. Erg voor je. Ja. Vroeger was ik allemaal tegen drank en tegen roken. En toen was ik een rock'n'roller geworden. Oh, ja. en er waren mijn leraren ineens muzikanten, zeg maar. En wat was dat moment dat je dat kon accepteren? Dat je denkt van, oh, maar dit is wel... Ja, het heeft wel even geduurd, hoor. Ik denk ook rond de tijd dat ik Harry Musquet tegenkwam, dat het een beetje begon in te dalen pas. Toen ik 28 was of zo. Okay. Ja, want ik vond het ook heel moeilijk om muziek te managen en zo. Want ik had dan wel de liedjes, schreef ik. Maar om dat dan professioneel, zeg maar, mee om te gaan. En dan maakte ik wat demo's en zo. En dus kwam ik bij zo'n bureau en dan deed ik mee aan een wedstrijd en zo. En dan won ik die wedstrijd. Maar dan kreeg ik een brief van Warner Bazaar Publishers. En dan moest ik daar op kantoor komen. En dat durfde ik niet. Dus dat ging ik niet. Nee, ik durfde het gewoon niet aan om... Ik dacht, ja, ik heb geen de nul, weet je. Ik had geen begeleiding of zo, ik moest alles zelf doen. En Harry Musquet heeft je daarbij geholpen? Harry Musquet heeft uiteindelijk, toen ik 28 was, heb ik hem ontmoet. En toen heeft hij me meegenomen op theatertour. Dus toen kon ik ervaring opdoen en toen had ik zijn stempel van goedkeuring. Yeah. Ja. Dus dat was echt zo'n grote hulp. Daar geniet ik nog iedere dag van, zeg maar. Ja, ja? Dus hij heeft aan de ene kant de stempel van goedkeuring, ook de stempel van je eigen goedkeuring eigenlijk. Ja, heeft hij jou ja, heeft echt was heel belangrijk, want het was zo onzeker allemaal, die muziek. En dan ben je verweven met je eigen onzekerheden en zo. En als zo iemand je echt gaat helpen en zo, dat is geweldig. Net alsof je ineens een soort van tweede vader hebt die even zegt van ja... We gaan jou even helpen, zeg maar. We gaan maar mee op today. Ja. Ja. En nu komt het gewoon echt helemaal vanuit je tenen, van binnenuit, zeg maar, ja. Als je muziek maakt. Zeker. En dat voelt volgens mij heerlijk als je dat zo, ja. Zo kunt ja. Doen. Ja, zeker. Maar dat had ik als kind al, zeg maar. Dat komt gewoon van... Dat zit gewoon in jou. Ja. 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 Ik verzon ook wel liedjes, ook al kon ik geen gitaar spelen en zo, maar dan sprong ik heel soms wel eens een keer op een tafel ergens en dan ging ik een liedje zingen en dan sprong ik er weer vanaf. Ja, het was een soort reflex of zo, ik kon er niks aan doen. Ja, ja. Ja. En dan kwamen ze eigenlijk pas later achter van, oh, dat is eigenlijk mijn talent. Ja. Precies, ja, daar had ik toen verder nog nooit bij stilgestaan. Voor de tijd wilde je wiskunde, net als je opa. Ja, gewoon iets wat hij stoer vond en interessant en zo, waar hij tegen opkeek. Niet zo slim was ik toen nog in die tijd. Maar ja, zo werkt dat als kind, je kijkt op tegen je vader ook en zo. Je hebt zoiets van, ik wil ook zo'n superman worden en... Ja. Dus inderdaad, wie je dan zelf bent, dat vind je dan, daar ben je nog helemaal niet aan toegekomen. Nee. Ja. Te groot worden als... Hey, ja, stoer en zo. Ja, 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 mooi. Ja. Ja. Nu heb ik dat gelukkig niet meer. Nu heb je dat niet meer. Waar ben je nu dan? Nou, gewoon lekker mezelf, zeg maar. Niet dat ik als een ander wil zijn, maar gewoon zoiets van... Nou,
Ja. Dan omarm je gewoon je eigen beperkte talenten en zo. Ja. En dan doe je daar gewoon lekker mee in je leven. Ja. En dat is mooi, want andere mensen vinden dat ook mooi. Iedereen vult elkaar wel aan. Ja. 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 Ja, mooi. Ja, dat is echt genieten vanavond. Ja, graag. Superleuk. Leuk dat je even meedeed. Ja, ik vond het ook heel leuk te doen. Echt heel tof dat, dat je dat wilde ook. Ja. Echt superleuk. Heel veel plezier gedaan. Gaaf. Nou, hey, dankjewel. Dankjewel, Aliska. Succes met je programma. Dankjewel. Want ik ben de eerste. Jij bent de eerste, yes. Ja. Oh, eindelijk. We zouden morgen beginnen, maar jij bent de eerste. Eindelijk een keer de eerste. Yes, yes. Let her tears surface. And your heart is so open. Your mind is at rest. And your heart is so open. Water flows to this ground, and your heart is so open. Water flows to the sea, and your heart is so open. Tears are ashamed to bathe your heart in sadness, but the tears are retreat to the heart of the matter. Come now, girl, my friend, won't you lie with me? Don't you know that we all will go back to the sea? My sweetheart with you is home and at ease, a water that flows to the sea. My mind is at rest, your heart is at home. Your heart is so open. Water flows to the sea, and your heart is so open. Oh, open. Oh, open. 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 Open.
op hier. Yeah.